Hallo en welkom bij de Romeinen. Zeg maar, de bakermat van de westerse beschaving. Wow. Mijn gast vandaag is al dood sinds even spieken. 72 voor Christus, maar speciaal voor ons maakt hij een uitzondering. Let's hear it for Gladiator Spartacus! Hi, Doreen. Spartacus, je zit ook hier een leuk pakje aan. Dankjewel. Ik pak even een glaasje wijn als je het niet erg vindt, Doreen. Oh, mensen. Hi. Lekker. Ga lekker zitten. Ja, dankjewel. Zo, Spartacus, vertel. Waarom ben jij gladiator? Ja, Doreen, ik was slaaf. De buren waren slaaf, mijn ouders waren slaaf. Ja, ja. En toen? Ik had niks, Doreen. Ik had helemaal niks. Ja, deze twee vuisten natuurlijk. En dit lijf. En deze spieren. Moet jij die spieren eens voelen, Doreen? Moet jij ze voelen? Ja. Voel je? Ga maar weer zitten, Doreen. Dus ik knokte me omhoog. Keihard. Ik wilde naar de top. Oh, ze hebben me ook omhoog gewerkt. Bam, bam, bam. Ja, dwars door de stront naar de glorie. Ja, ik sloeg iedereen verrot. En toen? Toen kwamen we in opstand, Doreen. Wij kwamen in opstand tegen het systeem. Met 300 gladiatoren. Wauw, allemaal van die stoere mannen. Wat heerlijk. Ja, de Romeinen waren doodsbang. En wij lachten ze uit. Te gek. Dat zal ze leren. We hebben het over rijkdom en armoede in het Romeinse Rijk. Geef maar mijn rijkdom, Doreen. Ja, precies. Applaus. Heerlijk, heerlijk. Heerlijke maaltijd. Heerlijk. Oh, het kan niet op. Al die gevulde flamingo's. En die varkensbaarmoeders. Heerlijk. En die overheerlijke gevulde leeuwerikken. Oh. En dan die gefrituurde pauwtongetjes. Zo exquise. Oh, maar nu zit ik vol. Oh, dan zit er maar één ding op. Wat? Naar huis gaan slapen? Ach, wel nee, we moeten deur, Er staat toch nog een heerlijke grote schaal met varkensneuzen? Varkensneusjes? Oh, maar dat is mijn lievelings. Ah, dan zit ik net helemaal vol. Wat moet ik nou? Daar hebben wij een methode voor. Jij moet eens even lekker over je nek gaan. Kotsen. Lucilus. Kotsen? Want dat kan ik niet op commando. Zeg, waar is Lucilus? Haal de braakslaaf. Waar is onze braakslaaf? Yes, hier ben ik, Lucilus, uw braakslaaf. Ah, kijk, help die man eens even. Die zit hartstikke vol. Pak even je powerveer. Hij is goed, hoor. Is onze beste braakslaaf van Rome. Oh, ja. Lucilus, kijk, hier is de powerveer. Doet u maar even de mond open. Dit is mijn assistent. Hé, hey, hop, hop, hop. De kotsvanger met het kotspakje. Doet u de mond maar open. Zo, en dan ga ik even de huig kittelen. Wat een mooi moment. Jammer dat we geen fototoestel hebben. Maar we kunnen wel een beeldhouwslaaf aan het werk zetten. Zeg, beeldhouwslaaf, hak eens eventjes een leuk dingetje. Attentie, kotsvanger. Zo, en... Kotsvanger vangt alles op en alle lekkernijen liggen in het bakje. Heerlijk! Oh, ik heb meteen weer honger. Nou ja, trek. Ja. Nou, kom maar door met die varkensneusjes. Ik heb er zin aan. Zeg, waar is de wijn? Waar is de muziek? Dans! Dans! La 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 la. Ja, ja, ja. Zo ongelijk verdeeld, hè? De ene had alles, de andere had niks. Oh, dat is zo erg. Ik ben ook begonnen met niks. Arme mensen, joh, die hebben helemaal niks. Ja, weet je wat ze hadden? Kinderen. Oh, verschrikkelijk. Kinderen. Ik moet er niet aan denken. Bah! Bah, ja. Applaus! Nog 1 maand en dan hebben we een babytje. Ik heb er zoveel zin in, schat. Ja, 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 ja. Nog een mond om te voeden. Weet je wat het allemaal gaat kosten? Wat gaan we gelukkiger worden, hè, Julius? Ja. Nou, als we het houden, hè. Hè? Wat zeg je nou? Nou, eerst moet Julius het kindje accepteren, hè. En hij is de baas, toch, Julius? Moet ik kiezen? Nee, hoe dan? Nou, heel simpel. Nou, als het kindje geboren is, dan legt de vroedvrouw het kindje voor de voeten van Julius. En als het sterk genoeg is, dan zegt Julius, ja, we houden hem. Of haar dan natuurlijk, hè, maar ja. En als het kindje niet sterk genoeg is? Liever. Dan zegt Julius, nee, en doen we het kindje weg. Mag ik een zout? Maar waarom zou ik het kindje niet willen? Net als de Joden en de Grieken. Joh, die zijn niet helemaal wijs. Die houden alle kinderen, zelfs de zwakkelingen. Mag de vishuis. Wij arme Romeinen, wij willen niet veel kinderen. 2 is genoeg. We hebben geen geld voor 3. Trouwens, rijke Romeinen willen ook niet veel kinderen. Want wat erven is zo klein. Hè? Wat gemeen. Gemeen? Had jij liever 8 broers en zussen gehad? Dan viel er helemaal niks meer te vreten, hoor. En had jij niet zo'n mooie jurk gehad? Dan was je verhongerd. Nou, wees maar blij dat jouw vader jou gehouden hebt. Huh? Maar je wil niet weten hoeveel hij er voor jou heeft gedaan, hoor. Mag ik wijn? Hou op! Ze huilt. Relax. Huh?
Als een kindje sterk genoeg is, dan houden we het. En als het een jong is, gaat hij naar school. En als het een meisje is, dan sluiten we erop in het spinhuis. Mag ik de kaas? En als het 12 is, dan zoeken jullie ze hier al een man voor eruit. Mag ik de ui? Hmm. Dus eigenlijk is ze alweer zo het huis uit, toch? Jullie hebben geen hart! Nou zeg, wat heeft zij nou? Geen idee, ze is gewoon niet zo sterk. Precies, konden we haar maar wegdoen. Ja, kan dat nog? Dan moet jij het zeggen, Lilis. Jij bent de man in huis. Lievert! Wat een slappeling. Nou, die hadden we nou nooit moeten houden. Dat zei je toch nog? Wie had er weer gelijk? Ja. Wil brood? Jij had gelijk, schat. Jij had gelijk. Mag ik nou eindelijk de wijn? Nou. Waarom hebben we eigenlijk geen kinderen? Weet je wat het kost? Dan moeten we de tv wegdoen. Geen armoof! Maar zijn kinderen? Kinderen? Je had natuurlijk heel veel vriendinnetjes. Jawel, maar ik had liever een stoere kerel met spieren. Ja, dat deden we toen niet moeilijk over, Dorie. Oh, wat jammer nou. Spartacus, hoe zit het nou eigenlijk met slavernij? Heel simpel. Het hele Romeinse Rijk is gebouwd op slaven. Ja, ja. En hadden alleen de Romeinen slaven? Nee, de Perzen, de Grieken, iedereen. Dat was toen heel gewoon doorheen. Oh, applaus. Het leven als slaaf is verschrikkelijk. Schrikkelijk, niet te doen. Ze maken je krijgsgevangen in Germania of Afrika en ze nemen je mee. Ze pakken alles van je af. Ja, en dan maken ze je tot slaaf. Word je verkocht op de markt. Met een bandje om je nek, met al je talenten. Kan goed koken, of is goed met mensen, spreekt Grieks, heeft een rijbewijs. Ik dan, hè. En dan moet je de hele dag werken voor een hongerloon. Ja. Schrikkelijk. Maar als je slim bent, dan kun je als slaaf ook leraar worden. Of dokter, of manager van een bedrijf, of acteur. Dat kan ook, hè. Acteurs zijn ook gewoon slaven. Ja. En als je goed kan knokken, dan word je gladiator, hè. Ja. Hè? Dan kan je schatrijk worden. Mm. Allemaal bij, dacht hij aan. Dan kan je zelf vrijkomen. Hè? Als dat zou kunnen. Maar als je helemaal geen mazzel hebt, hè. En je bent bijvoorbeeld Germaan. Ja, dan moet je werken in de steengroef. Ja, heel gevaarlijk. Word je geplet onder voet. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Kijk. Het is heel simpel. Dat hele Romeinse Rijk, al die aquaducten en gebouwen, al die rijkdom en glorie, allemaal dankzij ons. De slaven. Zonder ons geen Romeins Rijk. Nee, maar er is maar één ding erger dan slaaf zijn in Rome. En dat is een gewone arme Romein zijn. Die arme Romeinen. Die hebben het zwaar. Mm-hmm. Kijk, wij krijgen te eten. Vies eten, maar toch. We hebben een bed. Vies bed, maar toch. Een gewone Romein? Die leeft in de goot. Geen cent, cholera, pest, pokken en ellende. Ja, als je dat ziet, dan ben je bijna blij dat je slaaf bent in Rome. Nou, was ik liever keizer geweest. Ja, maar ja, de keizer, dat willen we allemaal wel natuurlijk. Hè? Oh. Lekker koper aan poetsen. Ik ben zo lekker koper aan poetsen. Ik hou zo van koper poetsen. Waarom ben ik lekker koper aan poetsen? Waarom hebben we eigenlijk geen slaaf? Ja, daar hebben we geen geld voor, schat. Maar gelukkig hebben we elkaar. Ja, jij bent mijn slaaf. Ja, en jij de mijne. En dat noemen we huwelijk. Oh, heerlijk.